قلبك يؤنسه القرآن، كنزك لو تدري ما الآن، وبصائر خيره مشبعة فيه الرفعة والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Welkom beste broeders en zusters bij deze aflevering van Laat je hart bloeien in Ramadan. Vandaag verdiepen wij ons weer in de Koran vanuit een andere hoek. De Koran is een openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe dienen wij om te gaan met deze openbaring? Deze openbaring van Allah is een toespraak van Allah naar ons. Allah spreekt ons aan middels deze Koran. Zo moeten wij het ook behandelen. Laten we kijken. De Koran, beste broeders en zusters, bevat een aantal vragen waar eigenlijk op antwoord wordt gewacht. Zoals bijvoorbeeld de laatste ayah van Suratul Mulk. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Zeg, hebben jullie niet gezien dat de bron, jullie bron is bedorven, waar jullie kennis vandaan halen? Hè? Wie haalt er voor jullie dan een schone bron, waterbron als het ware? Dat is een vraag. En dan zou eigenlijk de lezer, de reciteur, zou eigenlijk hier antwoord op moeten geven, want je wordt aangesproken. Het is een oproep, Allah spreekt je aan, jou, individueel, jij, wordt aangesproken door Allah. Eigenlijk zou je dan moeten antwoorden door te zeggen, Allah is degene die mij een schone bron brengt. En de Koran heeft op deze manier veel meer vragen. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, einde van Surah 10. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, is Allah niet de meest rechtvaardige der rechtvaardigen? Dus, of niet rechtvaardige, maar de beste oordeler die kan oordelen onder de mensen. Dan zou je antwoorden, ja zeker. Bala innahu kadhalik. Of alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta? Dat is een vraag. Is hij niet, dat is de laatste ayah van Suratul Qiyamah, is hij niet in staat om de doden weer tot leven te brengen? Dan geef je antwoord. Jazeker, hij is in staat. En zo heeft de Koran ook opdrachten die op korte termijn uitgevoerd moeten worden. En met korte termijn bedoel ik echt heel kort, gewoon op dat moment. Sommige dingen, het verrichten van het gebed, het vasten, geven van zakat, die worden dan uitgevoerd wanneer dat tijd voor is en wanneer het mogelijk is. Hè? Maar er zijn andere opdrachten in de Koran die niet kunnen wachten. Zoals bijvoorbeeld, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Dit is een directe opdracht. Allah zegt, prijs de naam van de Heer, van jouw verheven Heer. Prijs de naam van jouw verheven Heer. En wat doe jij? Je leest door. Je wordt aangesproken. Allah zegt, prijs de naam van je verheven Heer. Eigenlijk zou dan onze, voordat we verder lezen, dat we dan zeggen Subhanallah al-Azim. Of Subhan Rabbi al-A'la. Dat zou je dan moeten zeggen. Of het einde van Surah al-Waqi'ah. Of het einde van Surah al-Haqqa. Fasabbih bismi Rabbika al-Azim. Doe tasbih in de naam van jouw grote Heer. Dan zeg je eigenlijk Subhan Rabbi al-Azim. Dat is meteen antwoorden. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Dit zijn directe opdrachten. Als je die leest, praktiseer je dat meteen. Want de Koran is niet gewoon een boek om te reciteren, maar je wordt aangesproken door Allah subhanahu wa ta'ala. Nou, de sheikh Mohammed Iqbal rahimahullahu ta'ala van de vorige eeuw, hij zei toen ik jong was, las ik elke dag de Koran na Salatul Subh, na Salatul Fajr. En mijn vader zag mij. En iedere dag stelt hij mij de vraag, wat doe jij? En ik zeg, ik lees de Koran. En dat, hij bleef dit elke dag vragen voor de komende 3 jaar. 3 jaar lang, elke dag, bijna 1000 keer. Vroeg zijn vader hem iedere ochtend, zijn zoon zit Koran te lezen, hij zegt, wat doe jij? Hij zegt, ik lees Koran. Na zoveel tijd dacht de jongen eindelijk, Mohammed Iqbal, rahimahullah, eindelijk om zijn vader te vragen, waarom vraag je dit iedere keer opnieuw? Hij zegt, o vader, iedere dag vraag je mij dezelfde vraag, ik geef jou dezelfde antwoord, maar morgen kom je weer met diezelfde vraag, terwijl ik jou heb geantwoord. Ik heb je nooit een ander antwoord gegeven. Waarom doe je dat? Hij zei, ik wou eigenlijk tegen jou zeggen, o mijn zoon,
leest de Koran alsof hij naar jou is geopenbaard. Alsof jij degene bent die de Koran hebt ontvangen in plaats van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Lees de Koran op die manier. Jij wordt ermee aangesproken. En de sheikh Mohammed Iqbal rahimahullah zegt, vanaf die dag begon ik de Koran beter te begrijpen. Vanaf die dag begon ik mezelf nog meer te kunnen verdiepen in de Koran. Want middels dat kon de Koran mijn hart laten bloeien. Middels dat kon ik het licht van de Koran zien. Daarvoor zag ik het niet. Ik las gewoon, ik las. Maar vanaf nu dat ik mij besef alsof die tot mij is geopenbaard, was het gewoon een hele andere ervaring. En dat is hoe wij moeten omgaan met de Koran. Alsof die naar jou is geopenbaard, beste broeder en beste zuster. Vandaag kijken wij naar Surah An-Nur, Surah nummer 24. Deze Surah leert ons dat wij ons hele leven eigenlijk gewoon mogelijk gemaakt is door Allah. Alles wat wij doen is mogelijk gemaakt door Allah. Zonder Allah zouden wij geen houvast hebben. We zouden niks kunnen doen. En deze Surah leert ons dat iedere goede daad die wij doen, dat dat dankzij de gunst van Allah is. Zonder hem zouden wij geen goede daden kunnen doen. En iedere slechte daad waar wij van afblijven, is dankzij de gunst van Allah. Zonder zijn gunst zouden wij niet kunnen afblijven van de zonde. Dus dat ons hele leven letterlijk mogelijk gemaakt is door Allah. Zonder hem hadden wij niks kunnen doen. Geen goede daden en konden we niet afblijven van slechte daden. Noem twee ayahs uit deze surah die dit begrip duidelijk maken. Dat wij volledig in staat zijn gesteld, mogelijk gemaakt zijn door Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de belangrijkste daden die eigenlijk alleen maar mogelijk zijn in de periode van het vasten, in de maand Ramadan, is het voeden van een vastende. Het geven van iftar aan een vastende. Dit is een hele belangrijke goede daad waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam over heeft gesproken. Maar dit is alleen maar mogelijk in een periode waarin iedereen vast. Dan kun je mensen die vasten uitzoeken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei hierover: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih. Ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a. Wie een vastende eten geeft om zijn vaste te verbreken, die krijgt de beloning van de vastende. Maar er zal niks van de beloning van de vastende teniet worden gedaan. Dus de vastende krijgt zijn beloning en degene die hem eten gaf, krijgt evenveel beloning als de vastende zelf. Dus dit is een daad. En we weten hoe groot de beloning voor het vasten is. Hè? Dat Allah zegt, As-salmu li wa ana ajzi bih. Het vasten is voor mij en ik zal daarvoor belonen. Met andere woorden, het is een geheime grote beloning. En de vastenden hebben een speciale deur, Babur Rayyan, waar alleen de vastenden van ingaan. Kijk hoe bijzonder het vasten is. En daarom, als jij iemand die vast zijn vaste laat verbreken, middels eten, dan krijg je een gigantische beloning. Laten we daarom vanaf vandaag zoeken naar mensen die ons vasten nodig hebben. Het verbreken van het vasten nodig hebben. Ons eten nodig hebben. En dat wij ze daarbij helpen. Vooral als het armen zijn. En mensen die in nood zijn. Mensen die hulp nodig hebben. Mensen die in armoede leven. Mensen die in oorlogsgebieden leven. Mensen die ons vasten, die het verbreken van het vasten door ons, het eten dat we hen geven, hard nodig hebben. Laten wij hen opzoeken en hen helpen bij het verbreken van hun vasten. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين